rechter kop eraf. En zie daar de gekken op links, niks aan de handa. En aan de andere kant de zwaantjes. En god, wat hebben wij het naar ons in. Ik maak me eigenlijk de meeste zorgen om, ja, inderdaad het debuut van Mr. Psycho's Hamerslagen. En natuurlijk het andere speelgoed van Sir Killalot. Aan de andere kant van het speelveld. Dit wordt niet prettig om naar te kijken, ben ik bang. De refbot heeft afgeteld. Ik moet zeggen, ik hou mijn hart vast voor die Lethal Swan. Kijk eens even. Meshuggah gaat meteen frontaal in aanval. Ik kan je vertellen, die draaischijf die daar voorop zit, die heeft vorig seizoen zijn dienst ook al bewezen. Moet je eens even kijken. Ja, toch al redelijk grote schade hoor. Hey, ha, staartje flip was dat. Moet je eens even kijken. Oh, dat doen we even in herhaling. Moet je kijken. Daar komt die draaischijf en... Hoppatee, weg met die staart. Op zat er nou. Kijk eens even, wat een beuken die uitdeelt. Er komen allemaal gaten in de zijkant van die zwaan. Ik begin het nu pas echt leuk te vinden. Die gaat helemaal naar zijn grootje, kan ik je vertellen. Kijk, hoppatee, duik er maar weer in. Hé, hey, dat was een mooie. Dat was een mooie. Die draaischijf heeft hier ook nog de mogelijkheid om hem mooi ondersteboven te leggen. En vervolgens zaagt hij hem gewoon naar elkaar. Ja, dat is natuurlijk Kasi voor Meshuggah. Want met die draaischijf sloopt hij dat ding helemaal uit elkaar. Kijk, het team vindt het mooi. Het team van Meshuggah is zeer geconcentreerd aan het slopen. Het team van de Swan kijkt heel erg penibel, want die kop moet eraf. Hups, zagen met dat ding. Ja, de Swan die probeert wel overeind te komen, maar dat lukt toch echt niet hoor. Maar dan kijken ze helemaal hangen eruit. Het is toch verschrikkelijk. En die Meshuggah die houdt maar niet op, want dan komt hij weer. Die gaat weer een aanval plegen. Kijk maar, hups, okay, weer, probeert weer die kop eraf te zagen. Dat lukt niet helemaal. Als je nou denkt, die draaischijf die doet het niet meer. Elke keer als hij hem raakt, dan staat die schijf heel even stil. Kijk maar. En als hij dan in zijn achteruit gaat, dan start hij die schijf erop. Kijk, daar begint hij weer te draaien om weer een nieuwe aanval te beginnen. Het is echt einde verhaal voor deze zwaan. Ik denk dat de refbot zonder hand af gaat tellen. Ja hoor, we zitten op 9 seconden, 10 seconden. Einde verhaal. Kijken hoe ze hem uit elkaar gaan halen. Lekker vogeltje pesten. Ja, ja toch. Dat mag ook wel. Even kijken wie gaat het doen. Het wordt Sir Killalot. Pakt de zwaan bij zijn reet. Oeh, kijk eens even. Ja, dat is onze nieuwkomer, Mr. Psycho. Die met zijn grote voorhamer eens even nog eens even een flinke dreun uitdeelt. Ik denk dat ze het gewoon lekker met z'n tweeën gaan doen. Ze gaan het gangbang scenario in. Jawel. Kijk maar eens even, daar komt weer die voorhamer. En ik kan je vertellen, dat is 2.500 kilo die hij daar op zijn pannetje krijgt. Ik denk dat Killalot gaat proberen de kop eraf te knippen. Ja hoor, kijk maar. Pakt een beet. Zwanenzangetje. Het is toch eigenlijk wel triest om te zien. Beken aangewerkt. Ja, roasted duck. Kan je al schelen. Doe maar. De zwaan heeft echt zijn allerbeste tijd gehad. Vorig jaar, moet ik eerlijk zeggen, kwam niet best wel ver. Maar dat was eigenlijk meer mazzel omdat de andere robots stil gingen staan. En in dit geval, het is ook niet echt een heel zwaar wapen hoor, die nek, moet ik zeggen. Even kijken wat Killalot gaat doen. Zou die hem in de pit gaan gooien of gaan we een stukje vliegen? Ik denk dat we een stukje gaan vliegen. Ja, zalig. Het is altijd het mooiste om een zwaan te laten eindigen met een laatste zwanenvlucht. Kijk, dat geknakte kopje nou verbrand en wel. Het is eigenlijk een heel triest gezicht. Publiek kan het gereid schelen. Vliegen moet je met je hoofd. En ja hoor, daar gaan we. Oh, wat een mooie dubbele salto en een halve flikvlak erbij. Laten we die nog even in de herhaling kijken. Ik krijg nog even een beuk van Mr. Psycho op zijn hersens. Daar gaat hij hoor. 1, 2 en ja, 1 salto, 2 salto, 3 salto uitvoering. 9.2 techniek, minstens een 9.8 vind ik. Met nog eens een keer een beuk op je hersens. Het team van Meshuggah staat te gieren van plezier. En ook onze Sir Killalot staat er zeker van de lol. De winnaar is Meshuggah!